Tot en met 1 september 2019 is in Museum De Fundatie een grote overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Charlotte van Pallandt. Naast haar belangrijkste beelden worden in Zwolle schilderijen, tekeningen en gipsen voorstudies getoond. Een van die werken is het beeld van Carasso, een bevriende collega beeldhouwer. Dat is niet helemaal af, omdat hij overleed toen ze werkte aan zijn portret. En ik moet iets vertellen over Carasso, dat is wel interessant. Want hij is toch wel heel belangrijk geweest voor Charlotte van Pallandt. Ze leerden elkaar kennen in de Zomerdijkstraat. Charlotte van Pallandt had tot de oorlog in Parijs gewoond, vanaf 25, 26. Afwisselend terug in Nederland. En eenmaal toen ze weg moesten uit Parijs door de oorlog, woonden ze in Den Haag. En daar moest ze ook weer weg. In verband met de ontwikkelingen, de Duitsers enzovoort. Enzovoort. En deze uit Italië afkomstige beeldhouwer, die gevlucht was voor het fascisme, was een van de buren in dat woon-werkcomplex in de Zomerdijkstraat. Het eerste atelier-woningcomplex van Nederland. En ze had geen opdrachten vaak. En in die tijd dacht ze, nou dan maak ik een portret van mijn vriendin Ro Mogendorf, een vriendin, en van Carasso. Maar Carasso is verder ook heel belangrijk. Hij verdedigde haar altijd, want ze had natuurlijk een bijzondere positie in de kunstenaarswereld. Ze was opgeleid in Parijs, niet aan de Rijksacademie zoals de meeste bekende beeldhouwers. En ze was van adel, dus ze was toch een buitenbeentje. En daar werd soms een beetje moeilijk over gedaan, maar Carasso verdedigde haar altijd. En op een bepaald moment zocht ze een model en toen heeft Carasso haar gewezen op Truus. En Truus was een professioneel naaktmodel. En in 42 of 43 leerden ze Truus kennen. En er was een jonge vrouw die dansles had genomen ooit. En die kon de meest bijzondere houdingen aannemen. En Charlotte zei, iedere houding van Truus is een beeld. Dus in deze zaal, het auditorium, zie je waar ze onder andere gewoond gewerkt heeft. Maar ook heel veel beeldjes van Truus. En die vallen op omdat ze zo heel spontaan zijn. En ze heeft ooit gezegd, ik maak die beelden in een roes. Ze zijn zo inspirerend. En toen Truus oud was en ziek, heeft ze Truus als een van de weinigen ook nog geholpen. Dus dat is natuurlijk wel aardig om te vertellen. En ze heeft ruim 20 jaar Truusbeelden gemaakt. En dit is het bekendste Truusbeeld. En Hannema, met wie ze bevriend raakte in de jaren 50, die kocht dit beeld, het tweede gietsel al, in de jaren 50. En het kreeg een plaats in het Nijenhuis. Vrouwen die kunst en in het bijzonder beeldhouwkunst als levensdoel zagen, vielen op in de kunstwereld. Deze werd tot halverwege de 20e eeuw gedomineerd door mannen. Daarmee is Van Pallandt's rol uitzonderlijk en onderscheidend. Zij nam deel aan de opbloei van de beeldhouwkunst na 1945. Haar positie in de jaren 60 werd versterkt dankzij haar Wilhelmina-monumenten in Rotterdam en in Den Haag. In deze grote zaal is heel veel te zien. Haar portretten, die beroemd zijn omdat ze zo'n grote psychologische betekenis hebben. Werk van Kees Verweij, haar grote vriend vanaf 1960. Maar als pièce de résistance, dit grote gipsen werk, beeld van Wilhelmina, dat ze heeft gemaakt naar aanleiding van een opdracht van een comité van Rotterdammers. En dat heeft geresulteerd in een stenen beeld. Maar ze heeft natuurlijk eerst, ze heeft eerst een gipsen beeld gemaakt en toen is naar het gips steen gehakt. En dat hakken deed ze niet helemaal zelf, dat werd zoals het heet voorgehakt, maar het uiteindelijke, de afwerking, dat is wel van haar hand. Hij heeft geen gezicht, maar ze staat er wel heel standvastig bij, hè? Ja, wat ik net zei over deze portretten, Charlotte van Pallandt die kreeg soms kritiek op haar portretten omdat ze niet perfect gelijkend waren, maar het ging er altijd om ja, wie is dit? Wat voor uitstraling, wat voor indruk heeft een persoon op mij gemaakt? En bij Wilhelmina ging het heel gek. Ze zag een fotootje in de krant, een oude foto, bij een onthulling van een beeld toevallig. En daar stond ze dan als standvastige vrouw in een soort berenjas. Maar zo kwam ze ook in Nederland aan, in 1945, in Zeeuws-Vlaanderen, toen ze de eerste stap weer op Nederlandse grond zetten. Dus de opdracht was oorspronkelijk een nationaal Wilhelmina-monument voor Den Haag. Maar dat schoot maar niet op. En Rotterdam was heel snel. En Rotterdam wilde ook een Wilhelmina-monument, maar niet nationaal. Dus dat resulteerde in dat beeld. En omdat men in Den Haag maar ruzie bleef maken, werd op een bepaald moment besloten om van het gips, van het stenen beeld, een brons te laten gieten.
En toen zijn er meteen twee bronzen gegoten. Eentje voor Den Haag en dat staat tegenover Paleis Noordeinde. En het andere voor Hannema, die ooit het gips heeft gekregen van zijn vriendin Charlotte van Pallant, in de tuinen van het Nijenhuis.